Op het feestje van 20 jaar Ketnet in het Sportpaleis van Antwerpen was ook Thor aanwezig. Voor hem was het al 11 jaar geleden dat hij nog eens op een groot podium stond. De stress is zeker wel aanwezig, maar ik probeer ervoor te zorgen dat hij de bovenhand niet neemt. En wie kent er nog het nummer waarmee Thor naar het Junior Songfestival ging? Hebben ze jou makkelijk kunnen overtuigen eigenlijk om vanavond op te treden? Ja, dat is heel vlot gegaan eigenlijk. Omdat ik iets had van, ja, dat is een heel fijne kans. En hoe leuk zou het zijn om 11 jaar later datzelfde lied te doen in een zaal als het Sportpaleis. Ik denk dat iedereen hier zijn jongens- of kinderdromen zeker is geweest. Dus waarom niet? Wat doe jij vandaag de dag? Vandaag studeer ik fotografie. Dus ja, ik studeer voornamelijk en ik heb een studentenjob. En dat is altijd rovend genoeg, denk ik. Doe je nog iets in de muziek? Nee, ik ben momenteel niet echt meer helemaal bezig met muziek. Ik heb een tijd geleden met vrienden wel wat muziek gemaakt. Maar dat is nu ook quasi een afgerond hoofdstuk. We hebben het daar heel fijn mee gehad. Maar allemaal agendas blijven afstemmen op elkaar wordt na een tijd ook moeilijk als iedereen studeert of werkt. Dus dat is een beetje verleden tijd. Maar is muziek volledig voltooid verleden tijd, denk je? Nee, compleet niet. Dat gaat altijd een heel fijne, productieve hobby blijven. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar het is niet dat ik momenteel ambities heb of ambieer om daar iets mee te doen nu. Met welk liedje ga je vanavond in het Sportpaleis meebrullen? Ik ga sowieso mee Xink heel hard meebrullen. Ik had daar vroeger een bed over trekken zo van. Dat was het eerste optreden dat ik ook zelf heb bijgewoond. En ik denk dat er nog heel veel dingen gaan volgen waar dat ik ineens van ga beginnen springen en meezingen. De dokter.